werkgever? Heel vrij. De sfeer is heel gezellig. Ja, je mag zelf wel bepalen wanneer hoe je werk invult en wanneer je werkt. Iedereen is altijd in voor een grapje. Het is een heel vrij bedrijf. Het zijn allemaal jonge mensen. Je kan jezelf lekker doorontwikkelen. Je ziet volgens mij in heel veel vacatures en dingen voorbij komen dat ieder bedrijf heeft tegenwoordig een goede lunch en een pingpongtafel en een gezellige borrel. We hebben het hier ook echt. Ik behandel mijn baas of mijn werkgever hetzelfde als dat ik de collega tegenover of naast me behandel. Het leukste wat het maakt, zeg maar, dat je veel verantwoordelijkheid krijgt en ook veel vrijheid. Ik vind het hier gewoon een hele relaxe wereld uit. Lekker ontspannen. Work hard, play hard. Het is als zeg maar één groep mensen die samen aan een product werken. En ja, we voelen ons daar allemaal heel verantwoordelijk voor. En als ik iets niet weet, dan kan ik altijd naar iemand toe die het wel weet. En dat is heel fijn. We krijgen van DEJ een budget van 1000 euro per jaar om naar conferenties te gaan. We zijn vorig jaar bijvoorbeeld naar Web Summit geweest. Dit jaar gaan we naar de PEP-conferentie in Berlijn en sommige mensen die gaan zelfs naar New York. Wat denk ik heel belangrijk is als je hier komt werken, je moet natuurlijk in zo'n team kunnen functioneren. Dus het moet een beetje klikken met de mensen die hier rondlopen. Dat is heel lastig om dat even in een gesprekje te merken. Dus dan, ja, ik zou zeggen kom langs en neem even een keer plek in onze race seat. Als tip, ja, kom naar de meetups en dan kun je gewoon ook een beetje voelen hoe het team hier in elkaar zit. Als mensen hier willen komen werken, dan moet je dat gewoon doen. Gewoon dat het fucking gezellig is. Camera, vrees, heb ik hem al niet.